Een vrachtwagen met heet asfalt is in de nacht van maandag op dinsdag een deel van zijn lading verloren. De zwarte smurrie is op de weg beland waar het aan het wegdek plakte. Het asfaltspoor liep vanaf de energieweg tot op de Neerbossenbrug en daar kwam de chauffeur pas achter de lekkende lading. Het opruimen was een moeizaam proces. Nadat er met een shovel geprobeerd was het materiaal van de weg te schapen, moest er een grotere bulldozer aan te pas komen. Deze heeft het klusje s'nachts weten te klaren, maar niet zonder het wegdek te beschadigen. Het verkeer heeft last ondervonden van het incident. Zo was er op de Neerbosse Weg, Brug en het Gaziantepplein maar één rijstrook open. Op de energieweg waren dit beide stroken. Waarom de lading op de weg beland is, wordt nog uitgezocht.